Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video gaan we samen een armband maken. Een armband die gemaakt is van een oude plastic fles. Heel mooi voor in de zomer. En je kan er natuurlijk heel veel verschillende designs op uitproberen. Wat heb je nodig? Je hebt een oude fles nodig. Het moet wel een plastic fles zijn, anders ga je hem niet in stukken kunnen knippen. Gebruik ook een fles die niet herbruikbaar is, want dat zou een beetje zonde zijn. Je gaat ook nagellak nodig hebben voor de versiering, plakband, een schaar, een strijkijzer en dan een stukje keukenrol. In mijn fles zitten al van die ribbels. Toch ga ik er nog tape overheen doen om er zeker van te zijn dat mijn armband niet scheef is. Je kan zowel smalle als brede armbanden maken. Ik ga een brede armband maken dit keer. Knip dan een stuk uit de fles en gebruik de tape als leidraad, zodat je recht knipt. Als je niet zeker bent of je dit wel zelf kan, vraag dan hulp aan een ouder broer of zus of aan je ouders. Dan kan nu de tape er weer af. En mijn strijkijzer staat al op de middelste stand op te warmen. Als de strijkijzer warm is geworden, houd ik de fles er zo tegen aan. Let op dat je je niet verbrandt. Je ziet het effect al. Zo buigt de rand een beetje naar binnen toe en worden oneffenheden weggewerkt. Nu nog de andere kant. Dan laat ik nu mijn armband afkoelen op het stukje keukenrol. En dan kunnen we beginnen versieren. En dan is mijn armband helemaal af. Ik ga hem eerst goed laten drogen en dan kan ik hem al aandoen. Ik hoop dat jullie ook zin hebben gekregen om armbanden te maken van oude flessen. Je kan qua design ontzettend afwisselen. Je kan verschillende kleuren gebruiken, verschillende patronen. De mogelijkheden zijn eindeloos. En zo zou je een armband kunnen maken voor elke outfit. Ik vind het echt cool. Ook fijn dat je van een oude plastic fles iets leuks, iets moois kan maken, iets nieuws. Geef me een thumbs up als je de video leuk vond. En vergeet natuurlijk niet de andere video's op het kanaal te bekijken. Als je nog meer armbandinspiratie hebt, vind je daar zeker wat je zoekt. Vergeet je niet te abonneren en dan tot volgende keer bij Doe Het Zelf Ideeën.